Kian Slor, vandaag je tweede wedstrijd bij de grote jongens. Ja, hoe kijk je terug op die beide wedstrijden? Ik denk dat ik een prima indruk heb achtergelaten. Eerste helft nog een paar dreigmomenten gehad. Ik denk tweede helft ook nog een paar goede acties, maar over het algemeen ben ik wel tevreden. En nog ongeslagen, zo kan je het ook zeggen, hè? Ja, prima. 2 punten. Dat is prima. Nee, we hebben het prima gedaan. Alleen de eerste helft kregen we moeilijk druk op ze. Dat zei de trainer ook in de rust. En de tweede helft hebben we dat prima gedaan. Als je kijkt naar de eerste helft en je bent neutrale toeschouwer, dan was het gewoon een hele saaie pot. Ja, de eerste helft kun je beter gewoon in een kantine gaan zitten. Met een borreltje erbij. Ja, nee, de eerste helft was niet heel best. Ik denk dat de tweede helft, zoals vorige week tegen Venlo, was het precies hetzelfde. Dus de eerste helft was ook slecht. Nou, niet slecht, maar de tweede helft was het echt wel was het al prima. Ja, hoe kan dat? Dat de eerste helft nou zo'n stuk minder is dan de tweede helft in beide wedstrijden? Daar heb ik echt totaal geen verklaring voor. Ik denk gewoon misschien mindset van moeten gewoon al maandag voetballen. Voor ons is het natuurlijk een mooie kans om te laten zien. Ja, ik zou echt mijn god niet weten waarom we de eerste helft minder spelen dan de tweede helft. Wat voor opdracht kreeg je mee van de trainers voor zo'n wedstrijd te spelen? Nou, dat je die gewoon moet ervaren als een zelfde wedstrijd als in de competitie die we met onder 19 spelen op zaterdag. Die de eerste speelt in de weekenden. Dat hebben we denk ik wel tweede helft al laten zien. Ja, want je speelt dan met een hartstikke mooi mixteam. En Sami Mimicevic, Ella Messaoudi. En die jongens kunnen jullie ook heel veel leren, denk ik. Ja, vooral Samir en Ko sturen ons goed aan, helpen ons goed. Dus dat is wel prima. Kun je een beetje Japans dan met Ko? Nee, ik kan gelukkig geen Japans. Kon ik dan naar. Nee, maar ja, de communicatie dat gaat steeds beter, hè, met Ko. Ja, Ko kan prima ook Engels. Alleen mijn Engels is nog niet heel zo goed. Dus ook leren, hè? Dus ik moet Engels leren. Nou ja, dan weet je wat je te doen staat. Niet alleen met voetballen ontwikkelen, maar ook met je taalgebruik. Daarom. Kom goed. Zo ben je nooit oud om te leren. Maar dan ga je de rust in met een 0-0. Na een hele saaie eerste helft zonder heel veel kansen. Wat zegt dat trainers in de rust tegen jullie? Ja, wat ik net ook aangaf, dat we geen druk kregen op ze. We liepen ons alleen maar als een doodpaard, liepen achter die bal aan. Dus we moesten de juiste momenten creëren met de 3 voorhoedspelers. En als dat te groot werd, gingen we met 10 erbij. Ja, maar het viel mij ook op. Jullie moppen dan onderling ook heel veel over elkaar, over het druk zetten. Ja, de ene zei hoog en de ander zei laag. De ene zei midden, dus ik ging er niet echt op in. Ik luisterde gewoon naar, als Romano vooruit druk ging zetten, dan ging ik mee. Tweede helft, een heel andere, of heel anders, maar toch veel meer snelheid en zo in het spel ook. Ja, ik denk dat de tweede helft prima hebben opgepakt. Een paar goede acties. Voor de goal nog één momentje van Joël straks. Vlak voor tijd. Dat was jammer. Dus ik denk dat we de tweede helft prima hebben gedaan. Als je goed bekijkt naar de kansen, terecht eindstand denk ik 0-0. Ja, hun had ook een paar mogelijkheden in de eerste helft en tweede helft en wij hetzelfde.